En normaal gesproken zijn het drukke tijden voor de koren op Urk. De agenda van Urker Mannenkoor Halleluja zou volstaan met optredens in deze kerstperiode. Maar ja, dit jaar is het natuurlijk weer anders dan anders. Ja, goedemiddag, Tiemen Roos. Jij bent de lid en tweede penningmeester van het koor. Ja, hoe anders is dit jaar voor jullie? Nou, het is een heel vreemd jaar, want we liggen eigenlijk vanaf half maart liggen we vrijwel stil met optredens in ieder geval. En een groot deel van het jaar hebben we ook niet kunnen repeteren. En normaal gesproken hebben wij iedere maand een optreden. Ja, dat kan overal in het land zijn, soms ook wel in het buitenland. En na 7 maart, was het laatste concert in Elburg, is het stil geworden. Ja, hoe is dat voor jullie? Want jullie ademen gewoon jullie koor, zeg maar. Jullie staan ermee op 's ochtends, jullie gaan ermee naar bed. Ja, wat doet dat met je? Ja, dat doet heel veel, want je raakt, ook je stemvaardigheid raak je kwijt. Je ontmoet elkaar niet meer. Het is natuurlijk ook een vriendengroep, zo'n koor. En we hebben het hele voorjaar stilgelegen tot na de zomer. In augustus was er een mogelijkheid, konden we weer gaan repeteren. Dat was toen weer toegestaan. Nou, dat hebben we gedaan tot in oktober. De nieuwe maatregelen kwamen. Toen moesten we opsplitsen. Dus in groepen van maximaal 30 zijn we nog eventjes doorgegaan. En toen kwam dat totaalverbod in november. En even zag het eruit dat zingen voorlopig helemaal verboden bleef. Nou, gelukkig is dat met de nieuwe wet van 1 december is dat weer opgeheven. Het wordt nu alleen nog ontraden. Nou, wij waren van plan om in januari weer te beginnen met repeteren. En nu hebben we een lockdown, dus dat kan voorlopig ook niet. Ja, zoeken jullie nu dan op andere manieren contact met elkaar, bijvoorbeeld online? Nou ja, je ontmoet elkaar. Online repeteren, daar hebben wij met ons koor in ieder geval van afgezien. Er zijn wel kleinere koren die dat doen. Wij hebben toch dik 80 leden en dat wordt hem gewoon niet. De dirigent heeft wel eens een keer wat ingespeeld, wat we dan afluisteren en dat bekijk je dan even. Maar dat is toch heel anders dan, je repeteert met 4 groepen, 4 stemmen, hè? Van tenor tot diepe bas. Dat moet ook op elkaar ingespeeld zijn. Nou, dat was al een probleem met dat we het koor moesten opsplitsen. Ging het eigenlijk ook maar matigjes. Maar met 80 man achter een scherm zitten, dat doen we niet. We hebben steeds gehoopt van, we kunnen we hoopten dat we door zouden kunnen gaan in de winter. Ja. Totdat de lockdown de route deed te gooien. Maar onze optredens die zijn natuurlijk ook allemaal weg. Ik bedoel, juist komende week zouden wij een groot jaarlijks optreden in muziekcentrum Tivoli Vredenburg hebben in Utrecht. Daar komen ieder jaar zo'n beetje 1400, 1500 mensen op af. En dat doen we al bijna 20 jaar. Nou, daar werk je eigenlijk naartoe. Na de zomervakantie ga je daar naartoe werken. Nou, we hebben toen meteen al gezegd, dat wordt hem niet nu. Want dat concert was natuurlijk, stond op losse schroeven. We zouden naar diverse andere plaatsen deze maand geweest zijn. En op Urk ook weer. Nou, het is allemaal afgelast. Ja, Tiemen, heeft het nou tot gevolg dat sommige leden misschien wel opzeggen? Of dat moet je niet zeggen tegen een Urker mannenkoorlid? Nou, eigenlijk niet. Want dan, als je het Halleluja-virus hebt, zeggen wij, dan dat draag je hele leven bij. Hè? De echte dan. En natuurlijk is er wel het risico, we hebben ook een aantal oudere leden. Hè, die hebben we sowieso na de vakantie niet meer gezien. Dat zijn er maar een paar, een handvol, maar die durfden het nog niet aan. Hè, omdat het virus natuurlijk rondwaart. Het risico bestaat wel dat die mensen op een gegeven moment echt afhaken. Maar de jongeren, daarnet was hier bij mij nog een jongere, die moest, die wilde nog even een cd hebben. Die heb ik dan thuis op voorraad voor een familielid. En ik mis het zo, kunnen we niet wat doen, kunnen we niet met een klein groepje buiten gaan staan zingen of zo. Maar ja, dat mag ook niet. Je loopt meteen tegen de grenzen aan nu. Ja, maar betekent dit dat jouw eigen plezier voor zingen ook wat minder wordt misschien? Of pak je nog wel eens in je eentje de bladmuziek erbij? Als ik 's ochtends in de auto stap, als ik naar mijn werk moet, dat is nu vanwege de maatregelen 2 keer in de week dat ik naar Apeldoorn rijd. Dan gaat de eerste cd van Halleluja op en dan zing ik gewoon het volle borst mee. Ja, nou hadden jullie...
Dan zingen we ook. Weliswaar op de bank met een digitale dienst, maar ja, dan zingen we ook mee. Dan was er in het voorjaar, kan ik me nog herinneren, volgens mij was dat met Pasen, dat jullie allemaal, alle Urkers in de deurenpost gingen zingen. Dat zou natuurlijk nog wel kunnen. Ja, dat was een initiatief van iemand uit het dorp hier, in het oude dorp, zoals we dat zeggen op Urk, het oude dorpskamp. Dat was Krijn de Jong en zijn familie, die hebben dat toen bedacht. En die hebben dat een aantal zondagen achter elkaar met Pasen begonnen, deden ze dat. En je hebt dat in wel meer buurten nu gezien. Nou ja, het is een idee. Een van mijn kinderen zei ook al van, we moeten met kerst hier maar alle deuren open doen van de buurt. En dan gaan we Stille Nacht zingen bijvoorbeeld op kerstavond. Nou, Tima, we hopen natuurlijk dat het in januari allemaal weer van start kan gaan. Na de 20e, dat jullie toch weer wat meer bij elkaar kunnen komen. En dan weer kunnen repeteren en zo. En dat het volgend jaar dan weer wat normaler wordt in de loop van het jaar. En vooral ook dat de Tivoli volgend jaar met kerst helemaal gevuld is met jullie koor. Wij dachten wel, we moeten een beetje een pleister op de wonden doen. Dus we draaien nu wat muziek van jullie. Er is een kindje geboren op aard. Het is wel weer van een paar jaar terug. Maar goede herinneringen aan zo'n lied? Dat geeft niet, dat is mooi. De tekst moet ook passen bij de tijd van het jaar. Dus nou, goede keuze. Ik ben even benieuwd welke uitvoering dat is. Nou, je gaat hem nu horen. Er komt een, hier is, er is een kindeke geboren op aard door Urker Mannenkoor. Halleluja.